that's my best اللي خلاص ده. So. In. Ja, zeker weten. Voor mij was hij in. Je kan niet voor allebei kiezen. Je moet kiezen. Kies ik toch voor de nul. Als je gewoon de nul houdt, dan heb je verdedigend niks weggeven. Ja, ik weet niet. Ik ben niet echt van het social media. Nee, ik volg het wel. Ik kijk gewoon af en toe op scrollen, vind ik leuk. Maar het zelf plaatsen, dat hou ik me echt niet mee bezig. Zidane. Mijn vader was echt fan van hem, dus die ging vaak naar hem kijken en eigenlijk zo vond ik hem ook echt een gruwelijke speler. Couscous. Nou ja, dat hoef ik niet te zeggen, denk ik. Gewoon lekkerder. Ja, is gewoon lekkerder. Mijn wekker uitschelden. Nee, sorry, nee. Snoezen. Snoezen is het eerste wat ik doe, even nog 9 minuutjes liggen. En dan opstaan, bidden. Eén keertje snoezen maar? Ja, ja, één keertje maar. Nee, als ik twee keer doe, dan word ik niet meer wakker. Bij de sportmaaltijd bedoel je dan? Nee, ik heb niet echt een favoriete maaltijd voor mijn wedstrijd. Pasta, spaghetti. Ja, het wordt wel een beetje saai, maar het is wel goed. Okay, ik hoop dat de kok er kijkt. Ja, waar ik zelf vandaan kom, Tetuan, vind ik. Mooie, mooie stranden. Gewoon mijn stad. Kampioen, halve finale Champions League. De beker. Wat kan er nog mooier worden? Twee keer kampioen. Nog een keer de beker. En misschien de finale Champions League. Wat? Wat is mijn beste lichaamsdeel? Zo. Mijn voeten. Dat is een moeilijke vraag ook daarom. Ja, aparte vraag, ja. Varen op de grachten. Ik ben meer van dat van het ontspannen, zeg maar. Een avondje stappen, eens in zoveel tijd vind ik wel leuk, maar varen in de grachten kan je vaker doen. Je kan ook elke avond opstappen. Ja, dat kan in principe, maar niet met onze lifestyle. Goal maken. Ja, gewoon het gevoel. Toch lekkerder dan goal voorkomen. Goal voorkomen is natuurlijk ook topwerk als verdediger zijnde. Maar goal maken, dan gaat ook heel het stadion juichen. Met, als je een goal voorkomt, dan hoor je alleen een beetje geklapt. Zijn aanwezigheid. Daar zeg ik alles mee eigenlijk. Ja, heb je veel contact met hem nog? Jawel, jawel. Oeh. Ik denk wereldkampioen. Ja, kijk, het zijn natuurlijk beide ongelooflijke prestaties als je dat haalt. Maar wereldkampioen is, ik denk ook met je land en zo. Dat wel misschien nog dat ietsjes extra geeft. Maar allebei zou ik zo voor tekenen.